Een haard of kachel zorgt voor warmte, sfeer en gezelligheid in uw woonkamer. Maar hoe stookt u nu kwalitatief en verantwoord? De Nederlandse haard- en kachelbranche hanteert daarvoor vier belangrijke pijlers. De eerste is een goed toestel. De tweede, een kwalitatieve installatie. De derde, de juiste brandstof. En de vierde, dat bent u, als stoker. We vertellen u er meer over. Een haard of kachel voor in de woonkamer is niet te vergelijken met bijvoorbeeld een vuurkorf of een buitenhaard. Een haard of kachel voor in de woonkamer is een toestel wat gekeurd moet zijn volgens de Europese ecodesignrichtlijn. Die is ook in Nederland in 2020 van kracht. Dat zijn toestellen die een hoog rendement combineren met een lage uitstoot. Heeft u een gekeurd toestel? Zonder een kwalitatieve installatie is de juiste werking van dat toestel niet gegarandeerd. Want alleen een opgeleide vakman kan beoordelen hoe dat toestel aangesloten moet worden in uw situatie. Er zijn altijd zaken die anders zijn dan bij uw buren. Bijvoorbeeld uw woningventilatie. Of bijvoorbeeld de gebouwen in de omgeving die een rol spelen op de juiste schoorsteentrek. En het zijn juist die zaken die zorgen voor de optimale werking van het toestel. Niet alle hout is stookhout. Stookhout is vooral droog en schoon. En met droog bedoel ik ongeveer tussen de 15 en de 20% vochtpercentage. En schoon is onbehandeld, dus niet geverfd en niet behandeld als tuinhout. Daarnaast is de dikte belangrijk. Polsdik. Dikke niet. Dit stuk bijvoorbeeld is veel te dik om in een haard of kachel te stoken. Dat gaat liggen smeulen, dat gaat liggen stinken en dat zorgt uiteindelijk voor overlast. Fruithout kenmerkt zich door wat dunnere stukjes. Dit soort stukken altijd toch eerst kloven, omdat de bast het hout beschermt. Dus zorgt ervoor dat het optimaal kan branden. Een belangrijke pijler om tot kwalitatief stoken te komen, is de stoker. U dus. Daarvoor zijn kennis en vaardigheden nodig die u aan kunt leren tijdens een stooktraining bij een NHK-specialist. Een belangrijk onderdeel in die stooktraining is het aanleren van de Zwitserse stookmethode. Deze stookmethode zorgt ervoor dat u van het begin tot het einde van het stookproces optimaal verbrandt. En dat zorgt voor weinig rook en geen stank. Oftewel, geen overlast. Wij hebben het net gehad over de vier pijlers voor een optimale situatie. Een gekeurd toestel, een kwalitatieve installatie, de juiste brandstof en goed stookgedrag. En eigenlijk is het dus niet zo moeilijk. Want als u naar een opgeleide vakman gaat, dan zorgt hij ervoor dat u in alle vier de pijlers voldoet. Optimale sfeer dus, optimale warmte en optimale gezelligheid.